vooral de meerwaarde is van zo'n week met z'n allen bij elkaar zitten, is dat je heel veel verschillende mensen hebt die allemaal op een heel eigen manier met muziek omgaan. Waardoor je heel veel van elkaar kan leren en bij elkaar kan kijken hoe ze nou met muziek omgaan en hoe ze hun tracks bouwen en hoe hun zoektocht naar geluid gaat. Het is ook leuk vooral om dus mensen te leren kennen in zo'n week, omdat je de hele tijd met elkaar bezig bent. En je heel snel in samenwerkingen uitkomt die je van tevoren niet echt zou verwachten of zou zien aankomen. Daarnaast wat heel leuk is dat iedereen hier zit met een soort vibe van ja, ik weet niet wat ik moet verwachten, dus laat maar komen. En dat daardoor iedereen eigenlijk met een hele vrije open benadering met die dingen omgaat. En ik vind het vooral heel leuk hoe eigenlijk het een heel erg egoloos gezelschap wordt. Heel snel. We hebben nog nooit situaties meegemaakt waar mensen elkaar niet konden uitstaan of wat dan ook. Waardoor eigenlijk het eigenlijk een soort hippie gathering voor electroproducers wordt. En dat soort manieren van samenwerken, normaal gesproken nodig je een paar mensen uit en dan ga je met elkaar zitten en dan ga je heel gefocust op één ding zitten. Maar in dit geval dat het er in één keer zoveel zijn die allemaal wel iets interessants te melden hebben. Dat maakt het gewoon heel leuk om zo een week te ondergaan. En dat maak ik niet vaak mee.